Energy Vibration Lezing voor de OVSS mensen. Het is voor de mensen die is geboren. November 29 until December 17. The energy vibration for this month is the star. The energy of the star is 00 positive. It is a positive situation. Now we have the energy of fear vaker in this month. This is good. This is positive. The energy from fear vaker. What we have ook mee te maken is the energy from the world that is here for jullie. This is a zeer positive, and it have mee te maken that is the eind van a situatie. It is the eind van a situatie. There is in the eerste week a positive week. It is an aarde week for jullie, where jullie krijgt the energy from the world, okay? And this is good. Tweede week have jullie the energy from the quest from energy from a quest from energy. This is positive and an energy from behoordelen in the derde week. Vierde week, je hebt some zorgen, maar maak geen zorgen hierover, omdat dat komt goed. Now, sommige van jullie gaat even trouwen, even samenwonen, een nieuw contract. This is best wel positive. Even gaan trouwen, samenwonen, een nieuw contract. This is positive. Then hebben wij de energy van de 10 van cups. The energy from the 10 van cups. You have the energy from the 10 van cups. This is zeer positive, omdat it is a zeer, zeer positive month for jullie, where you have that sommige van jullie gaat samenwonen of samen gaan wonen. You krijg stability here in your leven, and you have ook the energy from the sun. Now the energy from the sun in the derde, now the vierde week, you have krijg the energy from the sun, and this is zeer positive. Als we gaan even verder, een offer komt in, sommige van jullie worden verloofd of gevraagd om samen te gaan wonen of een samenleven contract. It is good, omdat it is a new celebration. It is a new celebration, a new positive celebration that comes in your leven. Now, the outcomes for your month is the energy from the Torah. The toren, is the removal van dingen, is dus dingen dat is niet meer nodig in je leven. Daar komt een eind daarna, en positive energy komt binnen. Dus jullie maand is zeer, zeer positief. Daar is geen obstakel, behalve van in de derde weken naar de vierde weken, omdat jullie hebben kerstdagen en je gaat even vieren met je family en dat soort of ding. Dus dat zit daarin. But for the rest, have jullie a zeer, zeer positive maand. The energy from the world comes twee keer out. Dus a positive eind gaat binnenkomen voor jullie. A zeer, zeer positive eind gaat binnenkomen voor jullie. En dat is best wel positief. Als we kijken, de dames, 15 tot en met 45, there is een verlies van je werk of een contract, verlies van een relatie, de eind van een relatie of je werk voor jullie jonge dames. En de family is positief, zeer, zeer positief. Met je relatie, pas op, omdat er is mensen dat is jaloers over je relatie. Met liefde, luister naar je eigen intuition over de liefde. Als we bekijken de men, 15 tot en met 45 jaar, hebben wij de energie van een happy family life, maar daar is de eind van een situatie. Sommige van jullie dat is getrouwd met een Aquarius, Gemini of Libra, je gaat dat relatie beëindigen. Dus als je bent getrouwd met een waterman, weeskool of tweeling, je gaat dat relatie beëindigen en je gaat kiezen voor een Taurus werk of een stiermaak of een steenbok person, okay? Dus nogmaals, als je bent getrouwd met een waterman, een weeskool of een tweeling, je gaat dat beëindigen omdat je gaat even zien dat je gaat kiezen voor de stiermaak of steenbok.
Now, ik zie ook dat sommige van jullie is in een relatie met een man. Dat is een steermaak of steenbok. Je hebt some regrets, verdriet hierover. Ik kan een werkrelatie of cel. Okay? Nou, we gaan even bekijken de dames, 45 jaar en ouder. Je komt achter dat daar is je partner is in een relatie met iemand anders of have an affair met iemand anders. Sommige van jullie moet jezelf beschermd, oké? Want je laat jezelf open en je moet jezelf beschermd. Ik zie dat sommige van jullie gaat even op gaan met een man, dat is een steermaak of steenbok in zaken en dat gaat goed. En in de liefde, het is zeer, zeer positief. Liefde is zeer positief. Mannen, 45 jaar en ouder, ik zie dat je komt achter, luister naar je intuïtie over een relatie. Als jullie mannen is in een relatie met een waterman weeskool of tweeling vrouw, luister naar je intuïtie omdat zij have an affair met haar ex of met een man dat is een Taurus, Virgo of een Capricorn, een steermaak of een steenbok. Dus let maar hier op, omdat luister naar je intuïtie. Je hebt een gevoel dat en het klopt. Nou, wat we zien is de energie van je laat jullie mannen 45 jaar over, je laat jezelf toe open. En dat is niet goed, omdat je krijgt verschil daarover en je mis. Sommige van jullie gaat trouwen of sommige van jullie gaat je vrouw, je ex-vrouw mis. En je gaat even wens dat je ex-vrouw was daar, okay? Dus, overall, it is a zeer, zeer positive month voor jullie. There is geen obstakel, behalve van met de extra lezen. We zien some liggen, bedriegen en dat soort van dingen. Nou, als we bekijken met de emotie, news and positive news with your emotie komt. En in geld. Your financial stability is good. Ik zie dat sommige van jullie krijgen help van machtige, powerful mensen bovenop. En dat is good. Dat is zeer goed. Maar there's a new start. Sommige van jullie moeten geld aan je kinderen geven. Maar ik zie hier een diefstal dat is gepleegd. En jullie krijgen wat berichten. Dat het diefstal was gepleegd. Jullie gaan bericht krijgen dat het diefstal was gepleegd. Dus realiseer dat. Ik ken met een contract dat je heeft, dat het diefstal was gepleegd met een contract dat je heeft en dat soort van ding. Okay? Dus, wat we zien hier is de energie van de zon. Kom op met succes met je financiële zaken. En je krijgt help met dat succes met je financiële zaak. En je gaat best wel help daarmee krijgen. Dus je krijgt succes met je financiële zaak. En je gaat help daarmee krijgen. We zien dat mensen in power proberen jou om te helpen. Om daarover om te praten. Om te zien wat precies is gespeeld. En jullie krijgen best wat te helpen. Jullie krijgen de energie van amber. This is good. De energie van amber is een zeer, zeer positieve energie. Je kent dit crystal koper, omdat dit crystal of amber is goed voor jullie. Dames en heren, ik ga jullie wensen een zeer positief jaar toegewensen. Geniet hiervan. Niet vergeten om te crosswatch. Crosswatch is zeer goed. En ik zeg namaste en prettige feestdagen.